Hit de snare. Als ik aan kerst denk, dan denk ik aan drinken en geest. Nou, ik niet leuks. Niet leuks? Hij zei gewoon niet dat het is gay. Hit de snare. Kerstmis, dat is voor mij om samen met mijn gezin, met mijn kinderen, kerstmis te vieren, kerstbrood te bakken, leuke maaltijd te maken en leuke dingen te doen. Ik ben met mijn vrienden en feesten meestal. Ja, eerst hebben we natuurlijk thuis hebben ze eten. Ja, daarna op stap denk ik. Sowieso. Het is neer. Kerst. Cadeautjes. Dat zeg ik over kerst. Cadeautjes. Het slaat nergens op. Cadeautjes van de kerstman. Gewoon de samen op eten en zo. En een beetje gezelligheid. En je ziet je familie weer eens een keer. Nou ja, wat ook wel heel leuk. Maar je bent dan even tenminste allemaal lekker bij elkaar. Weet je wel. Lekker knus, lekker gezellig. En ja, dat was het eigenlijk wel. Nou, ik kerst. Ik gebruik dit gelegenheid om mijn groetjes aan mijn moeder te doen. Hoi moeder, hoi. Ja, klaar. Dat wordt dan bepaald dus. En de proef. Ik ben een sexy man, denk ik. Uitgaan. Zuipen met cadeautjes krijgen en zo. Vooral uitgaan, denk ik. Als ik aan kerst denk, denk ik aan gezellig met de familie eten en tweede kerstdag altijd op stappen. Kom maar. Ja, oké, ik ben vorig jaar met kerst bij de familiefeest. Tweede kerstdag ook. En ik weet niet zoveel over te stellen. Wat ik dacht bij Chris. Van mijn vriend. Sorry, ik snap het niet. Mijn vriend, ik ging niet eten met vriend, we waren al redelijk even naar Chinees, lopen buffet. En ik vind het belangrijk, want Christus is toch wel een tijd van samenwerken en leuke dingen, man. Tien ik. Vuurwerk. Dat is oud en nieuw, jongen. Ja, daarom. Oh, kerst. Paashaar. Dat is nou zo'n vrouw, weet je wel, die... Daar weet je het antwoord niet over. Maar voor mij is kerst met je familie lekker eten en sneeuw. Geen commentaar. Ik ben Moussaad Maliki, ik ben moslim, maar ik vier de kerstdagen en ik heb respect voor Jezus. Wat doe jij met kerst? Werken. Oh, met kerst denk ik aan de geboorte van Jezus. En lekker eten met z'n allen naar de kerk en gezellig met z'n allen bij elkaar. Wat ik van kerst vind, ja, vind ik wel leuk. Ga ik in de leven. Sorry, opnieuw. Kerst voor mij is dat mijn Jezus is geboren, dat ik daaraan ga denken. Dus is mijn verlosser, mijn zaligmaker. Is alles eigenlijk voor mij. Het betekent heel veel in mijn leven. En ik wil eigenlijk ook mijn leven in zijn dienst geven. Aan kerst denk ik meestal aan gezellig zijn. We zijn met de hele familie goed met we zijn maar. Dat vind ik altijd mooi, gewoon eten met de hele familie zo op tafel. En verder, ja, ik denk ook wel een beetje aan Jezus is zo. Maar ja, daar heb ik iedereen aan. Maar ja, dat zeg je natuurlijk niet, omdat je liever gaat eten. Wat vind ik van kerst? Nou, dat is de geboorte van mijn grootste vriend. En kerst gaat over het feit dat God zelf vlees en bloed is geworden, zoals wij vlees en bloed zijn. En eigenlijk heeft God daarmee gezegd van ik kom een stapje dichter bij jullie als mensen. En als je die stap accepteert,
Dan is diezelfde grootste vriend voor jou ook je advocaat geworden. Als je straks na dit leven voor de schepper komt te staan, dan is het mogelijk dat hij jou gewoon voor altijd bij zich houdt. Dat betekent dus niet dat je alleen maar gelooft, maar dat je een relatie hebt met dat kindje wat toen daar geboren is. Als je die relatie niet hebt, ja, dan heb je gewoon echt vreselijk veel pech. En dan kan ik je alleen maar aanraden om een leven voor de dood te hebben, want hierna komt eigenlijk niks. Dus ik hou me gewoon wat in de Bijbel staat. Dat God werkelijk vlees en bloed is geworden. Dat is wat Immanuel betekent. Tot met ons. Dat is voor mij kerst. Glory.